even wennen hoor, zo volle bak. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het is toch wel anders dan alleen een katheder en wat mannen achter de balie daar. Dan kun je het goed zien, hè? Moet je eens kijken. Dat is leuk. Nou, dan kun je al je vriendjes en vriendinnetjes goed zien. Moet je eens kijken met hoeveel jullie gekomen zijn. Nou, ga maar gauw weer zitten, anders wordt de koster zo meteen nog boos op mij. Dan gaan we nu zo kijken en luisteren naar Marit en naar het kinderlied wat daar opvolgt. En daarna nodig ik Janita Vis uit om hier op het podium te komen voor de schriftlezing. Eerst naar Marit. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat er zoveel mensen weer in de kerk mogen zitten. Ik mag vandaag het kindermoment verzorgen. Mensen die vluchten laten alles achter. Hun land, familie en vrienden, hun huis, hun baan, alles wat ze hebben. Zonder. Je weer terug wilt naar je wortels, weg van eenzaamheid en pijn. Blijkt er toch ineens een lichtje aan de horizon te zijn. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt... Heer, wilt u nu bij de preek zijn aangekomen om het gebruiken als werktuig in uw handen? Wilt u haar woorden de uwe laten zijn? Wilt u ons helpen open te staan voor uw woorden? Zodat het een les mag zijn in geloof en in liefde. Om Jezus wil. Amen. Maar je mag wel adem lezen. Hartelijk goedemorgen allemaal, ook van mij. Wat mooi om zoveel mensen te zien. Ook al... We gaan eerst nog naar een lied luisteren als inleiding op de preek. Een lied van Stef Bos, die heeft wel meer Bijbelverhalen op lied gezet. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God. Ik kijk niet zo heel veel televisie, maar er is één programma wat ik nog wel eens af en toe kijk als ik de kans krijg. En dat is het programma Ik Vertrek. Ik weet niet of jullie dat kennen, het is al wel een paar seizoenen, jaren volgens mij op de buis. In het geval van Naomi en Elimelech zat ik daarover na te denken. Misschien is dat ook interessant en heeft u dat zelf ook al wel deze week gedaan? Heb jij dat al gedaan terwijl je de verhalen thuis las? Maar waarin vooral dus Rut, de vreemdeling, degene die niet is opgegroeid met de God van Israël, het voorbeeld is. Het voorbeeld voor Naomi, het voorbeeld voor ons. En ik hoop dat u, dat jij in jouw leven dat ook zullen zien. Dat God zich jouw lot, ons lot, aantrekt. Dat er bij God licht is, dat Hij meegaat bij alle keuzes die je moet maken. Dat God erbij is. Soms op hele verrassende manieren. Ik heb u aan het begin van de dienst beloofd dat ik nog even bij u terug zou komen om wat te vertellen over het ontmoeten van elkaar. De commissie die deze dienst voorbereid heeft daar goed over nagedacht. Misschien heeft u het net al geroken.
Er staan een aantal heerlijke baksels voor ons klaar. Ik kan niet wachten. Ik hoop u met mij. Maar voor de... Dat Jezus overwinnaar is en we dus door alle keuzes die we moeten maken, of als we het gevoel hebben dat het noodlot ons treft, mogen weten dat Hij erbij is. Ontvang de zegen. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over je leven. Hij zal genadig zijn en heel dichtbij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Amen.